Oh, gezellig. Joost onderzoek van de dag. Want het is vandaag natuurlijk wel Internationale Vrouwendag. En kijk, vrouwen hebben gaan we een kleiner brein en minder hersencellen dan mannen. Nou. Maar we kunnen hetzelfde ermee bereiken. Oh, ja, nee, het duurt 60 jaar langer. Ik ga nog even door. Zijn vrouwen door een andere samenstelling in het brein vriendelijker dan mannen, bedachtzamer, taalvaardiger en stressbestendiger. Vrouwen hebben dus kleinere hersenen, maar we weten het eigenlijk beter te gebruiken, waardoor we net zo intelligent zijn als mannen. Nog zie je, dat zag je net al. Bij vrouwen is het aardiger. Jij bent meteen weer zo onaardig. We gaan nog één keer applaudisseren voor vrouwen. Kom op. Waar je ook bent, lekker. Sta op. Als je voor wijven bent, sta op. Als je voor wijven bent. Wanneer was het ook weer Internationale Mannendag? Die komt er ook aan. Hè? Oh. Morgen tot en met 7 maanden. Ja, dat is wel waar, ja. 364 dagen in het jaar. Heel veel berichten van mensen die werken bijvoorbeeld in de culturele sector. Die hebben al een jaar niet kunnen werken. Hun partner die werkt dan in de zorg of in het onderwijs, die verdient dan net te veel. Dan krijgen die ZZP'ers uit de culturele sector geen uitkering. Ja, dat ga je misschien een paar maanden volhouden. Ja, jij natuurlijk. Jij zou makkelijk je auto kunnen verkopen. Daar kan je 2 jaar van leven. Maar die mensen... Waar komt dit opeens vandaan? Wat onaarde. Kijk, overdrijven. Als wij ziek zijn bijvoorbeeld, hoor ik ook vaak, dan zijn wij vaak meteen ook heel beroerd. Ja, dan zijn we doodziek. Dat is wel een beetje griep, een beetje verhoging. Als er gedronken wordt, als er alcohol gedronken wordt, heb je altijd eentje ertussen. Ik drink je allemaal onder de tafel. Kan er wel 20 achterhoeken. Die heb je er altijd tussen zitten. Typisch zo'n mannentrekje. En ik ben erachter gekomen dat dat echt in het aard van ons beestje zit. Want mijn zoon, die is 2 jaar, dus die is nog niet wereldwijs. Mijn zoon is 2 jaar. Ja, wacht. En nu gaan we over penis, dan ga je naar je zoon van 2 jaar. Ja, let maar op. Mijn zoon is 2 jaar. Die staat dus vanochtend bij mij in het toilet. En ik heb het even opgenomen. Die zei dus het volgende, ja? Let even goed op. Dit zijn mijn zoon van 2. Nee, 2. Mijn zoon van 2 vanochtend. Luister mee. Papa. Ja? Ik kijk niet meer naar je uit. Nee, je hoeft je niet uit. Lekker aan laten. Ik wil mijn grote laten zien. Wil je jouw grote laten zien? Ik wil mijn grote laten zien? Ja. Serieus? 2 jaar? 2 jaar. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Hij staat gewoon voor mij en zegt, ik wil mijn luier uit. Ik wil mijn grote laten zien. En ik snap dat wel. Als je het vergelijkt met die van mij, dan is die van hem heel groot inderdaad. En zoals beloofd, daar is hij dan lekker glijden. Sander die wordt helemaal wild van. Die trekt zijn kleren uit. Laat je broek aan! Laat je broek aan! Sven, waar ben je? Laat je broek aan! Ik ben er voor jou! What you doing? Jason Derulo en Adam Levine en Lifestyle. Die kan beter. Wat? Die Jason Derulo. Jason Derulo. Dat doet hij zelf nog altijd. Met echo. Jason Derulo. Jason, als je luistert en je wil deze nog een keer gebruiken. Wat is hij nou te lachen? Hij zingt vorige week een heel nummer van Akda en de Munich mee. Dat kan gewoon. En ik doe een keer Jason Derulo. Nou, onaardig. Die overtuigingskracht in je gezicht, ouwe. Je ging er helemaal voor. Het was niet een matige. Het was zo... Jason Nou, zeg. Het is sowieso wel een spannende televisieavond. Jeroen Koningsbrug gaat natuurlijk naar jou, denk ik. Ja, waarmee dan? Met het stilteprogramma. Stilteprogramma? Je leest er niks over gehoord. Nee, ik heb er niks over gehoord. Maar kunnen we dit onder ons houden dan? Nee, ik kan zeggen. Nee, dat komt na jou vanavond. Nou goed, we gaan kijken, SBS. Moment van stilte. Nou, luisteren we al. Vanaf 8:30. Ja, ik ben vanochtend... Oh, hemel, je wilt toch niet zeggen... Yo, ik werd vanochtend wakker. Ook verward. Want vannacht is de gunst geretourneerd. Op een gegeven moment belanden wij met z'n tweeën in een kantoor. En we kijken elkaar aan en we worden allemaal geschoten op de gang. En ja, we kijken elkaar aan. Je ging een beetje huilen, nou, je zocht troost. En op een gegeven moment zeiden wij, ja, dit is het einde. We gaan de morgen niet halen. En ik keek jou aan en jij keek mij aan. Nee, dit is niet waar gewoon. Ja, en toen zeg jij in mijn droom tegen mij... Ik heb altijd nog een keer met jou willen zoenen. En ik zeg tegen jou in mijn droom...
ik ook met jou. Nee, dat is feestelijk. En de vioolmuziek die zwol aan. En, nou, nou ja, niet alleen, denk ik. Wij gingen naar elkaar toe. En nou ja, als onze gezichten die gingen steeds dichter en dichter naar elkaar toe. Onze lippen, gelijk magneten, die werden naar elkaar toegetrokken. Ja, ik begrijp het. En we hadden nog één korte, nou ja, aarzeling. Oh, toen zei jij, zullen we dit nou echt doen? Toen zei ik, ja, nou ja, we zijn morgen toch dood, dus zullen wij dit maar echt doen? En op dat moment, onze lippen kwamen dichterbij. Nee. En dichterbij. En op het moment dat ik dat kriebeltje voelde van, nou gaat het gebeuren, komt in één keer van links een bril aan die zegt, Koen Zwijnenberg, zo, wat zijn jullie aan het doen? Dus je hebt over ons allebei gedroomd. Dus zelfs in mijn droom is hij aan het kokblokken.